Er was een collega van de Koninklijke Marechaussee die zich bedreigd voelde door een man met een mes. Op dat moment heeft hij bepaald dat hij zijn wapen moest trekken. Die man die bleef dus aanvallen en hij heeft op dat moment geschoten. Het leek eerst of er een koffer viel, maar er werd nog meer geschoten, bleek. Ik kijk door het raam. Loopt er allemaal politie en een donkergekleurde man met een mes te zwaaien. En hij wilde duidelijk nog steeds op de vlucht, ondanks dat er zoveel politie al liep. Uiteindelijk heeft de politie wel 4-5 keer op hem geschoten, denk ik, voordat ze hem uiteindelijk toch echt overmeesterd hadden. Op dit moment doen wij zelf het onderzoek niet, omdat er dus een collega van de Koninklijke Marechaussee bij betrokken is geweest. Doet de Rijksrecherche doet het onderzoek. En wij hebben daar geen, het moet natuurlijk onafhankelijk gebeuren, dus wij hebben daar geen bemoeienis mee. Staff, we have a bike. Okay.